Ilio, op zesdaagse, maar niet op de fiets. Moet pijn doen, hè? Ja, zeker. Een beetje vervelend. Vooral als ik op de tribune zit, is het eigenlijk wel bij momenten heel vervelend. Vooral omdat ik zit eigenlijk zo wat mee te koersen op mijn stoelje dan. En ik ben eigenlijk vrij nerveus als ik in de tribune zit. En, ja, hier ben ik wel op mijn gemak, maar het is een beetje vervelend. Je staat een beetje meeduwen met mensen die je kent. Verdomme, ik kan je duwen in uw plaats. Maar gisteren vooral zag ik echt zo heel goede momenten voor iets moois te doen. En dan zitten daar gewoon, hè. Kunnen die, ja, dat is wel jammer. En die fans van u allemaal, hè? Die moeten nu missen. Ja, en ik mis hun, hè. Dus dat is wederzijds. Maar het is zo, er kan er niets aan doen. Dus probeer er een leuke week van te maken en een keer de andere kant van zesdaags te zien. Ja, wij horen een probleem met de pink, maar het is een grote breeze, hè? Ja, ik zei, maar normaal is ook nog in de hips, dus beter dit dan een hips. Want dit kan ik toch nog een keer afdoen en een keer even mijn arm een beetje ontspannen. Maar ja, het is maar een pink, maar het is toch een redelijk serieuze kwetsuur. En op het moment dat er gewaar werd, en het was dan zeker, kan ik meer rijden op die zesdaagse, moet de wereld in elkaar vallen op dat moment? Moment zelf... had ik niet onmiddellijk door dat die lang ging duren was. Ja. En dan is dat gehecht geweest. En dan daarna, de dag nadien, kon ik mijn pink niet meer bewegen. Dus ja, dan wist ik dat er iets mis was. En dan is de dag nadien was het onmiddellijk geopereerd. En de dokter zei onmiddellijk van onmogelijk. Omdat dat nu op zijn zwakste is eigenlijk. Vorige week was eigenlijk drie, vier weken na de operatie is die pees... Die herstelde pees op zijn zwakst. Ja, en wat zegt ze in de toekomst? Een beetje hoop dat alles weer goed komt, zelfs vroeger? Het is de bedoeling, maar het zal wel... Tijd vragen en intensieve revalidatie en kine. Ja, en nu iets anders op de zesdaagse. Je kunt het een beetje amuseren, hè? Weer wat anders. Je moet het nuttige aan het moeilijker koppelen. Nu vandaag hier een beetje mee ontstaan. Ja, daar heb ik serieus maanden naar uitgekeken. Ja. Nee, ja, ik zei het een keer aan de andere kant. Ik kom morgen ook met Luc en John Tsai, mijn trouwe sponsors. Ja. En allee, ja, ik kreeg iets anders. Hier was ik eigenlijk ook nog maar één keer geweest denk ik, op al die jaren. Dus dat is wel tof. Je hebt de koers een beetje gezien. Wie is er nu op het moment best bezig? Well, de beste ploeg is de ketel, de Pauw. Ik denk dat ze gisteren echt... Die mogen winnen? Van mij wel. Als ze de beste ploeg zijn, mogen ze winnen. Ik denk dat ze niet meer dan verdiend zijn. Natuurlijk, ja, we zijn... Dag 2, het is nog 4 dagen. Ze hebben gisteren... Ja, er kan nog veel gebeuren. Ja, ze hebben gisteren ook duidelijk laten zien dat ze de beste waren. En dan heb je ook 11 ploegen tegen u. Allee, 11 is misschien veel gezegd, maar toch de ploegen die... Je kent dat verhaal. Voilà. En dan moet je wel dat niveau kunnen houden. En in het eerste moment dat je een keer een beetje teken heeft van zwakte, dan zijn ze er ook wel om ervan te profiteren. Dus ik wil nog niet zeggen dat ze dan sowieso de zesdaagse gewonnen hebben. Ilio, ik wil u bedanken dat u het pijn heeft doorstaan om met mij te praten. Ik wens u nog een leuke avond. Dank u.